De tweede genomineerde voor de Nationale Molenprijs is dit juweeltje. Met een juweeltje van een molenaar. Ik ben Adolf Vlier en dit is Molen de Hoop in Oldebroek. Molen de Hoop is al generaties in het bezit van de familie. Ik ben de achterkleinzoon van de bouwer van deze molen. En dan word je vanzelf besmet met het vak. De diversiteit, het alles beweegt, het kraakt, alles is levend. En je kijkt om je heen en het is stoffig en je moet je vies maken, maar dat is toch mooi. Molen de Hoop wil als enige molen in Nederland 3 dingen kunnen doen. Malen, pellen en ook olie slaan. Dat is wel heel bijzonder in Nederland dat er een molen is met 3 functies. En dat hopen wij ook weer te bewerkstelligen. Omdat ik zie dat er ontzettend veel kennis verloren is gegaan in de maatschappij. En we hebben hele slimme voorouders gehad. En waarom zouden we die kennis verloren laten gaan? Terugbrengen van de oude functie van olieslagmolen. Daarom is Molen de Hoop een van de genomineerden voor de Nationale Molenprijs. Dus mensen, willen jullie dat de kennis niet verloren gaat in dit land? Stem op Molen de Hoop.